De highlight van Mercedes-Benz Trucks op de IAA is vooral de e-Actros. De e-Actros bieden wij vandaag aan in verschillende versies. Enerzijds de e-Actros 300, 300 kWh vermogen en eigenlijk een autonomie van 300 km. Daarnaast hebben we de e-Actros 400, 400 kW, autonomie van 400 km. Die beide varianten zijn eigenlijk hoofdzakelijk bedoeld voor het distributieverkeer. Daarnaast, en dat is nieuw, biedt Mercedes vanaf volgend jaar ook de City Trailer aan. Dat is de e-Actros 300, opnieuw met een autonomie van 300 km, maar in een trekker variant. Heel nieuw is de trekker combinatie de e-Actros 600. Dat is dan bedoeld voor het middellange afstandtransport met een autonomie van circa 500 km. Die zal ongeveer in 2024 aangeboden worden. Wat ook hier nieuw is, is de voorstelling van onze waterstoftruck. Die zullen wij eerder op het einde van het decennium operationeel kunnen aanbieden. En die voertuigen hebben een autonomie van circa 1000 km. De visie van Mercedes-Benz is in 2030 60% van alle verkochte voertuigen batterij-elektrisch aan te bieden. Wij gaan dus naast voertuigen en naast servicecontracten en naast connectiviteitsoplossingen gaan wij ook samen met de klant meedenken welke laadinfrastructuur hij nodig heeft, welke elektrische installatie dat er moet voorzien worden, zodanig dat we een totaal concept, een geïntegreerde oplossing aan de klant kunnen aanbieden. Dat is onze ambitie.